welkom bij onze nieuwe vlog alweer. Ja, het gaat allemaal zo lekker hard. Welk nummertje even uit mijn hoofd weet ik niet, maar oké, dat maakt helemaal niet uit. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier, sowieso. En dan even een meisje van het uitlaten. Trouwens, ze heet Lady. Waarom ik haar eigenlijk bijna nooit bij naam noem, omdat ik dat gewoon niet wil. En dan heb ik nog twee katten, maar die zal ik jullie zo meteen ook even voorstellen. Ja. Dus. Ja. Meisje, kijk eens! Koekie! Nee, geen zin in, zeg maar. Ik heb nou geen zin in koekie. Maar het is hier nog wit. Ik loop eigenlijk nog een beetje in het sneeuw. Want daar is het glad. En hier is nog een beetje te doen. Koekie! Nee, geen zin in. Ja, maar vrouwtje, ik ben blij. Ja, maar dat zien jullie nou nog niet. Ik wel. Ik zie al lang al en dat ze weer en door de sneeuw heen aan het rollen is. Mijn mannetje die staat er ook alweer. Het regent. Of jullie dat kunnen zien. Ik zal een beetje inzoomen. Ja. Kijk, nu zien jullie het wel. Het regent. Ik ga even helemaal uitzoomen. Zo. Kijk, het is hier ook echt een grote glijpartij. Goedemorgen. Goedemiddag eigenlijk. Het is 2:30. Ja. Kijk eens. Kom dan. Kom eens. Kijk eens, Cookie. Kom dan. Cookie. Lekker ding. Nee, hier is Cookie. Cookie. Cookie, 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 Cookie. Mooi zitten. Mooi zitten. Mooi zit. Wachten. Kijk eens hoe mooi. Kom eens hier. Zitten. Je bent lief, hè. Ja. Ga maar sneeuwbal gooien. Ga maar kijken daar. Sneeuwbal. Ja. Yeah. Het is koud, hè, aan je handjes. Oeh, sneeuwballetje. Ja, even ongegeneerd wat anders gaan doen. Dat vind ik veel leuker. Ja, je moet er aandacht blijven houden. Nee, kijk eens, Cookie. Ja, kom hier dan. Hè? Huh? Ja. Volgens mij heb jij hooikoorts. Hooikoorts? Nee, het zal de regen zijn. Nee, want de pollen die zijn alweer uit. Heel raar, maar... Pollen? Ja, de pollen, ja. En omdat jij aan het hoesten en niezen bent en aan het neusnuiten bent... Ja, in de ogen. Denk ik in dat jij dus hooikoorts hebt. Hooikoorts in de winter. Dat is nieuw. Ja, dat kan. Dat is leuk. Ja. Interessant. Ja. Oké. Okay. Dus, zodoende dat ik het nu ook zeg. Oké, okay, nou, goede tip. Ja. Ik mee houden. Gelukkig rijdt het nu een beetje. Dan gaat het weer schoon worden in de lucht. Kom eens hier, Cookie. Witte neus zitten. Mensen, ik heb een witte neus. Ik heb een witte neus. Die staat lekker op YouTube, hoor. En dat je, kijk, dat is mooi. En je hebt nog steeds een witte neus, hoor. Ja. Nou, en we hebben deze. Dit is dus een luchttoeter. Dus ik weet niet hoeveel geluid hij maakt. Weten we die ook gelijk hoeveel geluid hij maakt? Ja. Deze ga ik dus nu lekker achter mijn rug doen. Lekker, Husky. Hey Husky. Schattig patatje, Husky. Hey. Ja, maar nu heb ik hier ook een Husky kussen, hoor. Dus je bent daar niet alleen. Nee. Ga je weer filmen hoe ik het uitpak? Ja, schat. Laten we eens kijken. Een hele mooie. Kikkeboe! Auwe hoe, ja! Ja, jullie zullen wel denken van waarom heeft zij nou een hele grote big smell? Ja, ik ben blij. Ik heb vandaag op 12/12/2017, dus vandaag 12 december 2017...
heb ik maar liefst, ja, hier komt ie, 200 abonnees! Joepie! Ja, dat mag gevierd worden vanzelf. Ja, dat mag gevierd worden. Ik zal het even aan jullie laten zien. Ik heb 200 abonnees. Hij wil niet scherp stellen. Nee. Nee. Ja, nu wel. Ja. Hoop ik. Nee. Ik weet niet of jullie het zien, maar anders maak ik er een foto van en dan pleur ik het erin. Hij wil niet scherp stellen. Waarom wil hij nou niet scherp stellen? Maar ik maak er wel een foto van en dan krijgen jullie die vanzelf. Ja, wat zie ik er mooi uit. Ja. Nou, ik zou gewoon zeggen, dank jullie wel voor het vertrouwen in mijn vlogs. En ik hoop dat jullie die altijd weer mooi blijven vinden. En ik zou zeggen, gewoon lekker delen in mijn vlogs. En hoe groter ik word, hoe blijer ik weer word. En hoe meer abonnees. Toch, schat? Dat bedoel ik. Ja, ik ga even iemand pesten. Mag dat? Jawel, hè? Kookblok. Hoi. En wat ben je aan het maken? Hem. Er zit allemaal rommel in. Oh, rommel nog wel? Ja, ik heb troep in. Oh, oké. Okay. Het is eigenlijk een allegaartje. Ja? Tenminste, zo is het begonnen ooit. Oké. Okay. Er staan nog wat kliekjes en deze bij elkaar. Deze wat rijst erbij. Ja. Dus het is passie. Met eitjes. Ook lekker. Even mee. Oké. Okay. Terzij je niet wilt, zijn ze al twee van mij. Nee, want ik moet eiwitjes hebben. Nee, krijg jij het eiwit, neem ik het eigeel. Nee, ik moet eiwitten hebben. Is goed, krijg je het allebei. Mooi. En hoe was de dag gisteren? Nou, het was een hele innoverende dag. Die is vanochtend geëindigd. Nee, goed, we waren eventjes op familiebezoek in Utrecht, centraal. Van het gelegen van het land. En dat hebben jullie weer in de vlog van gisteren kunnen zien. In de vlog van gisteren kunnen zien dat daar wat strubbelingen waren onderweg. Dus ik heb ergens onderweg waar ik wifi had, heeft mijn werk geappt. Ik zei van ja, sorry jongens, ik zit hier vast en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Maar vanochtend vroeg gelukkig thuis, dus dat scheelt weer. Ja, daarom. En nu zijn we dus weer met de lunch bezig, zeg maar. De dag schuift zo op. Ja. En dan krijgen we donderdag weer een loge. Hey, wifi. Ja. Nou, wil jij er niet op? Of had je zoiets van, ik ga wel even wazig worden. Hé, hey, wie krijgen we? Weekend. Hé, hey, krijgen we je aangenomen broer? Hé. Hey. Sally. Ja. En daar hebben we mijn andere kleine meisje. En hier hebben we mijn grote kleine meid. En mijn andere kleine meid. Hé, kom dan. Weet? Ja. Nou, deze heet dus, kom maar wijfie. Zij heet dus Draki, ja. Ja. En mijn rode, die heet dus Speedy, ja. Dit is een schildpad. Een schildpadpoesje. Kom maar. Hoi, meisje. Ja. Yep. Ja. Ga je behoesten, proesten? Ja. Oké, goed zo. Nou, ik zou zeggen, voor straks eet smakelijk. Jij ook. Dankjewel. Komt helemaal goed. Ai. Wat gaan we vandaag kijken straks? We gaan vandaag de GTST kijken die we normaal gisteren kijken, maar die altijd vandaag officieel wordt uitgezonden. En vandaag, vanavond, daarna gaan we kijken de GTST die morgen uitgezonden gaat worden, maar vandaag de preview komt. Ja, en op RTL Lounge, RTL ja. Lounge. Op 140 en voor Ziggo-kanalen. En we gaan de Spa kijken. Ja, en van gisteren en voor vandaag om gewoon om 11:30 op SBS6. Precies. Dus dat wordt nog leuk. Voor degenen die dat nog niet begrijpen. Jammer dan. We kijken altijd van tevoren even iets. Ja, elke avond om 10:30 op RTL Lounge. Ja, en die komt dus dan vandaag
officieel uitgezonden wordt. Ja, op RTL4 om 8 uur. De gisteren hebben we gemist, de preview. Ja. Dus dan gaan we de officiële van vandaag kijken. Ja. En we kijken degene die morgen nog beschikbaar komt. Voor degene die het nog niet gezien hebben. Wij kijken het vanavond al. Ja. Maar er zijn ook een hoop mensen met ons die al kijken hoor. Is dat zo? Ja. Er zijn mijn tv. Er zijn een hoop mensen die in dit land ook RTL-lounge kijken. Die dus ook al kijken vanavond. Jij was het vergeten te kijken. Zijn wij als enige aan het kijken? Ja, precies. Maar wij kijken niet. Oh, ja. Als enige. Ja, hier in dit huis. Ja, oké. Dat spoort echt niet hoor. Maar ik spoor ook niet. Maar daarom heb ik ook geen sporen onder mijn sloven. Nee, want gisteren wel een trein. Maar die reed over een enkel spoor. Dus ja, dan kom je nog nergens. Nee, precies. Dus misschien niet. Even. Geweldig. Ja, juppie, de poepie. Slak. Leuk. Wat? Nee? Nee. Jammer. Waarom jammer? Ik had gehoopt dat het leuk zou zijn. Nee. Is niet leuk. Nee! Dat is wel leuk. Nee! Nee! Mag ik ook niet bij jou? Nee, mag niet. Nou, zomaar mijn ventje dus de eieren, maar ik ga zo meteen ook even eieren maken en dan laten we die ook even zien. Ja, mijn ventje maakt hele kleine eitjes. Lekker. Ik maak dus... Eén. Ja, en die is voor jou. Gewoon. Die is voor jou. Oké. Zeg ik net. Ja, oké. Want ik maak ook nu zo meteen twee grote eieren en de grote van die pan. Oké. Dus deze is dan voor mij. Ja, dat zeg ik. Die is voor jou. Oh, ja. Is goed. Karin die gaat eieren bakken op haar manier. Dat is leuk. Deze is alweer heet, want die was al gedaan. Dan doe ik het zo. Kijk, pak ik even een klein vorkje. Maak hem een beetje groter. Kijk, Karin die maakt de eitjes groter. En jij hebt hem helemaal liever kapot, hè? Ja, kapotteerd, ja. Mooi, dan ga ik hem helemaal kapot maken. Kijk, ik krijg dus een groter eitje. Oké. Zo maakt Karin dus de eitjes. Zo, en dan doe ik daar nog een beetje peper op ook. Knoflook, peper, ook goed. Ik vind het helemaal prima. Een beetje kruiden erop. Zo. Een beetje currypoeder erop, paprika poeder erop. Lekker. Dat heet nou eentjes maken. Zo. Oh, kom op, mijn mannetje het ook wel op en op zijn manier. Rauwelen. Een beetje te veel. Zo. Zo maak ik dus mijn eitje. Ja, dat is leuk. Nou, ik wil u nog alsnog hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog van 11 december. Deze is opgenomen op 12 december, dus deze komt ook weer in de vlog van 12 december. Dus dan weet u dat even gelijk. Vind je deze vlog nou leuk? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En druk het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen alvast bedankt voor het kijken alsnog.